Gaan we gaan. Dank u wel, voorzitter. Na zo'n debat over kernenergie krijg je ook energie om tot kern te komen, maar dan op het gebied van economische zaken. Voorzitter, aangekondigde lastenverlichting voor het MKB via onder andere lage vennootschapsbelastingen en werkgeverslasten. Een MKB-actieplan, beleidsprogramma voor betere regelgeving en dienstverlening, de Nederlandse digitaliseringsstrategie, actieplan digitale connectiviteit, nieuwe missiegedreven topsectorenaanpak, actieagenda beter aanbesteden, een consumentenagenda en een Brainport nationale actieagenda. Een greep uit de projecten waar het kabinet druk mee bezig is en het CDA zich in herkent. Hierbij komen doelen van het CDA, zoals meer nadruk op het brede MKB-peloton, snel internet en beter mobiel bereik in Nederland en een eerlijke economie met een gelijk speelveld steeds dichterbij. De thema's MKB, eerlijke economie en innovatie zullen vandaag centraal staan in mijn inbreng. Voorzitter, CDA heeft bijzondere aandacht voor het mooie MKB dat een belangrijk fundament van onze economie vormt. Uit de staat van het MKB blijkt dat in 2017 het MKB zorgde voor ruim 80% van de werkgelegenheidsgroei in het bedrijfsleven en voor ruim 62% van de toegevoegde waarde. Het MKB is door een sterke regionale vertegenwoordiging een belangrijke investeerder in de lokale samenleving. Doordat zij vaak degene zijn die bijvoorbeeld de lokale sportclub sponsoren. Het CDA is zeer content met staatssecretaris EZK die het MKB een warm hart toedraagt en is trots dat het CDA-geluid in de uitvoering van het beleid goed is terug te vinden. Zo ligt er bijvoorbeeld het MKB-actieplan met de 7 beleidslijnen, waar het kabinet extra middelen van maar liefst 200 miljoen tot en met 2021 beschikbaar stelt en nadruk legt op onder andere het MKB-peloton, de MKB-toets en het stellen van het MKB als norm. Voorzitter, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, de MKB als norm in uitvoering en organisatie van onze instellingen en instrumenten. Daarnaast ligt er een mooi programma, de versnellingsagenda Digitalisering MKB, om kansrijke regionale initiatieven bij het brede MKB aan te jagen. Het CDA valt wel op dat uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal nieuw opgerichte MKB-bedrijven in de afgelopen 10 jaar sterk is afgenomen. En in zowel in de categorie 2 tot 10, 10 tot 50 als 50 tot 250 medewerkers. En dat baart het CDA zorgen naar de toekomst toe. Zou de staatssecretaris hierop willen reflecteren? Voorzitter, dan innovatie. Voor het komende begrotingsjaar is in het verband met het dreigende personeelskort en transitie naar een digitale en duurzame economie de grootste uitdaging voor het Nederlands MKB het zoeken naar een nieuwe manier van groeien. Dit blijkt uit de staat van het MKB. Op welke manier gaat de staatssecretaris zich inzetten om het aanpassingsproces van het MKB te versnellen, zodat productiviteitsgroei kan toenemen? Er is een vraag voor u van de heer Alkaya. Ja, dank voorzitter. Het CDA houdt hier een warm pleidooi voor het midden- en kleinbedrijf. En dat kunnen veel partijen hier met het CDA delen, denk ik. En toch heeft het CDA ook hier bijvoorbeeld de dividendbelasting, afschaffing daarvan, lopen verdedigen. En toen dat van tafel ging, was er een kans om die middelen die daarbij vrijkwamen ook voor het MKB in te zetten. En dan zien we bijvoorbeeld dat bij een goed werkend instrument, zoals de wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, de afdrachtsvermindering daarvan voor onderzoekwerknemers, dat het bedrag dat daarvoor vrij wordt gemaakt, omdat dus de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat, dat dat geheel te goede komt van de grotere bedrijven. Vindt het CDA dat dan niet gek? Zouden dan niet de kleinere bedrijven ook moeten meeprofiteren van de middelen die vrijkomen, zodat zij ook kunnen investeren in onderzoek? De heer Ammerhuis. Voorzitter, als de heer Alkaya vorig jaar ook tijdens het debat en tijdens de AO's goed op had gelet, de WBSO voor midden- en kleinbedrijf, die hebben we al gerepareerd. Die was al, het eerste tarief, was al gecorrigeerd, want er was ook in eerste instantie op bezuinigd. Voor het grote bedrijf is in het verleden inderdaad het percentage teruggebracht van 16% naar 14%. Dat hebben we. Als wij kijken naar het vestingsklimaat, en ik denk dat ook de heer Alkaya bereid is en ook zich inzet voor voldoende werkgelegenheid, banen creëren. En banen creëren aan de voorkant, dat we een goed vestingsklimaat hebben en niet gaan mopperen als op het moment dat er banen weggaan bij bedrijven, dat we ook investeren natuurlijk in de WBSO voor groot bedrijf. Want ook mijn collega nam het net in de eerste instantie aan, het groot bedrijf, volgens mij was het de heer Wursdorfer die het zei, groot bedrijf en MKB horen bij elkaar in het ecosysteem, werken die ook samen. De heer Alkaya. Voorzitter, en daar gaat het dus mis. De belangen van het midden- en kleinbedrijf en van het grootbedrijf zijn niet hetzelfde. En uit de evaluatie
van, dus uit vorige, de meest recente evaluatie van die WBSO-regeling blijkt dat grote bedrijven helemaal niet geneigd zijn meer te investeren in innovatie met zo'n fiscaal cadeautje. Maar kleine bedrijven zijn dat wel bereid te doen. En ik kan me daar ook alles bij voorstellen. Want zij kunnen alle hulp die zij kunnen gebruiken, kunnen zij inzetten voor het aannemen van meer onderzoekspersoneel. En tegelijkertijd zegt het CDA, ja, er is een reparatie geweest voor het MKB en voor het grootbedrijf niet. Dat neemt toch niet weg dat nu ook gekozen had kunnen worden om die vrijgekomen 76 miljoen in te zetten voor het midden- en kleinbedrijf. En niet voor het grootbedrijf waar het dus helemaal geen toegevoegde waarde zou hebben. De heer Ammerhuis. Voorzitter, als u zegt dat het WBSO, het tweede tarief voor het grootbedrijf, en we weten dat 60% van die R&D-opgave voornamelijk van het grootbedrijf afkomt, dat dat geen toegevoegde waarde heeft, ja, dan sla je echt de plank mis. Neem niet weg, heb ik net ook genoemd, dat wij 200 miljoen extra beschikbaar maken voor het MKB. De midregeling die we hebben, ik heb de cijfers nagezocht, ten opzichte van 2013 is het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de midregeling voor MKB-innovatie verdubbeld. Dus we maken instrumenten, de WBSO is er één, de midregeling is er één, we hebben innovatiekrediet is er één, we hebben de PPS-constructie is er één. Er zijn meerdere instrumenten dan één waar zowel het grootbedrijf als het kleinbedrijf of MKB van profiteert. En we maken denk ik een karikatuur ervan dat we niks doen voor het MKB. Juist het CDA, zo heb ik ook net in mijn inleiding gezegd, en dit kabinet zet zich keihard in voor het MKB. De heer Alkaya. Ja, voorzitter, tot slot. Ik heb niet gezegd dat het grote bedrijf geen toegevoegde waarde heeft in het onderzoek en ontwikkelingswerk. Dan heb ik u verkeerd gehoord. Ik zeg dat uit de evaluatie van de vorige keer is gekomen dat een extra fiscale prikkel om onderzoekspersoneel aan te nemen niet bij het grootbedrijf zal leiden tot daadwerkelijk het aannemen van meer personeel. Ze hebben het simpelweg niet nodig. Die 2% extra, 14% of 16% maakt bij veel grote bedrijven niet uit, waar het bij kleine bedrijven wel uitmaakt. En dan kan de heer Ammerhuis wel allemaal andere maatregelen voor het MKB opnoemen, maar dat neemt niet weg dat er hier gewoon weer een cadeautje wordt gegeven van 76 miljoen aan het grootbedrijf, waar ze niet eens om hebben gevraagd. De heer Ammerhuis. Voorzitter, dadelijk in mijn inbreng kom ik nog terug op de R&D-uitgaven in Nederland. En ik denk dat we dan weer even verder kunnen in deze context. De heer Oesterk. Ja, voorzitter, het CDA houdt altijd hier tijdens de begroting een fantastisch verhaal over MKB en dat ze dat allemaal steunen en zo allemaal. Ook vorig jaar was hetzelfde verhaal. Ik kan me dat nog goed herinneren. En ik had gevraagd, hoe kan het nou zo zijn dat jullie zo'n goed verhaal houden voor de MKB en het grote geld, 1,9 miljard euro per jaar naar, met dividendbelasting naar drie bedrijven gaan. Er kwam de heer Ammerhuis met het verhaal, het gaat ook naar VDL en ASML waar hij ooit heeft gewerkt. Maar dat was het niet zo. Maar nu houdt u weer een verhaal en hij mist één kernpunt. Hoe is het nou met de financiering van die bedrijven? Hoe is het nou de financieringsklimaat, de kredietklimaat in Nederland? Is dat misschien een reden waarom een aantal bedrijven niet meer opgericht worden of een aantal bedrijven ook stoppen in Nederland? De vraag die u een beetje ook naar de minister heeft gevraagd. De heer Ammerhuis. Voorzitter, één ding, daar deel ik. Wij moeten ons zorgen maken als het aantal nieuwe opgerichte bedrijven minder wordt. Daarom stel ik die vraag ook aan de staatssecretaris. En financiering, daar heb ik ook in het AO ondernemen en financieren. Daar was de heer Oesterk niet bij. Maar ben ik daarop ingegaan, heb ik gevraagd aan de staatssecretaris. Geef ons inzicht, want we krijgen aan de ene kant, terecht wat u zegt, aan de ene kant van de banken het signaal. Er is geen probleem met financieren. En aan de andere kant ondernemers die elke keer die we spreken, er is wel een probleem met financieren. Daar zullen we in het begin, in Q1 of in het eerste kwartaal van 2019, komen we erop terug. En daar hebben we een toezegging van de staatssecretaris. En ik hoop dat u daar ook bij aanwezig bent, want financiering is een van de belangrijke items. De heer Oesterk. Ja, voorzitter. U bent niet aanwezig bij de AO en ik heb een vraag gesteld. En in 2019 krijgen we antwoord. Ondernemers willen krediet. En dat niet nu, maar al 6 jaar. Heeft u de cijfers wel eens gezien? Wij hebben ooit, als het gaat om kredietverlening, slechter gestaan dan Griekenland. De slechtste in Europa. Dat staan we al jaren. En uw kabinet is al 1,5 jaar mee bezig. En u komt met het verhaal in het AO, waar meneer Oesterk niet aanwezig was, heb ik gevraagd en ik krijg antwoord in 2019. Nee, als u met ondernemers praat, zeggen ze, de grote bedrijven krijgen het grote geld en wij krijgen niks. En ook in dit CDA-kabinet is het geval. Wat gaat u concreet doen? Daden, meneer Ammerhuis, en niet prachtige mooie verhalen van MKB, banenmotor, we staan achter hun. Nee, welke daad heeft u afgelopen 1,5 jaar verricht om die ondernemer aan een krediet te brengen? De heer Ammerhuis. Voorzitter, er zijn verschillende initiatieven geweest voor kleine ondernemers, als we het over credits hebben, ook over banken hebben. Maar ik neem, wacht even,
De heer Ammerhaus heeft het woord. Voorzitter, ik wil niet ontkennen dat de heer Oesterk hier een punt heeft dat wij als Kamer en volgens mij meerdere partijen aandacht moeten hebben voor de financiering, voornamelijk het kleinbedrijf. Daar zullen oplossingen moeten komen voor bedrijven als die 5 ton tot 1 miljoen willen lenen. En die vraag hebben wij afgelopen keer uitgesteld en daar willen wij inderdaad voor oplossing voor hebben. Dat is een probleem. Ik ontken niet dat dat probleem er niet is, dus daar heeft u een punt. Die mag u in uw broekzak stoppen. Ondernemers gaan failliet. Ondernemers kunnen niet doorgroeien. Ondernemers kunnen niet starten. En dan zegt CDA, wacht nou even. De volgende keer, volgend jaar, krijgt u misschien een antwoord. Nee, banken moeten aangepakt worden. Dat zegt Denk al 4 jaar. Banken zijn op dit moment aan zet. We hebben de banken gered met gemeenschapsgeld, met burgers belastinggeld. Hebben ze gered. Wat doen ze? Ze nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze nemen de verantwoordelijkheid niet. En durft de heer Ammerhaus, heeft de heer Ammerhaus het lef, de ballen, om deze minister richting de banken te sturen en te zeggen van, nu moeten jullie wel voor die MKB opkomen, want die MKB'ers die hebben we nodig voor de banen in Nederland. De heer Ammerhaus. Voorzitter, de banken hebben daar natuurlijk een verplichting en die zullen ook over de brug moeten komen. En daar waar het niet gaat, zullen we een andere oplossing moeten richten. Het is dit kabinet ik heb het net ook in het VAO gehad over InvestNL. Het MKB toegankelijk moet zijn, of InvestNL toegankelijk moet zijn voor het MKB. Het is een nieuw instrument waar risico's of waar start-ups ook groeikapitaal moeten kunnen krijgen. Dat is een instrument wat dit kabinet gaat organiseren om die MKB'ers tegemoet te komen. En dan kan de heer Usturk zeggen, oké, we gaan vandaag alles oplossen. Dat gaat niet gebeuren. Kunnen zeggen, we trekken de banken over de tafel. Dat gaat ook niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Maar we zullen wel kijken hoe we de MKB'ers kunnen helpen met het stuk financieren, wat 1 van de 7 beleidspunten is in het totaalpakket. Ik kijk even naar de heer Usturk. We hebben afgesproken 8 vragen per fractie. Dit zou uw laatste zijn, maar het is aan u om hem in te zetten. Nog een andere partij aanpakken, dus ik bewaar die. Prima. Ja, dat vind ik jammer. Als u toch echt een inhoudelijke vraag heeft. Toch? Nou, dan komt er nog een vraag van de heer Van der Lee. Dank u wel, voorzitter. Het is misschien meer een suggestie voor de heer Ammerhaus, want volgens mij maken we ons allebei over hetzelfde zorgen. We zien opnieuw, voor het zoveelste jaar op rij, dat de leningen van onder 1 miljoen euro aan bedrijven is afgenomen in aantal. Er wordt te weinig leningen verstrekt vanuit de banken. Nu is het zo dat we op dit moment ook een volksbank hebben. Die volksbank die wil ook graag eigenlijk een publieke rol blijven vervullen. Die zou hier ook uitkomst kunnen bieden. Zou de heer Ammerhaus met de GroenLinks-fractie en via de minister van Economische Zaken ook een beroep willen doen op de minister van Financiën om te overwegen de Volksbank in publieke handen te houden en te vragen om zich te concentreren op het verstrekken van kleine leningen aan dat fantastische MKB in Nederland? De heer Ammerhaus. Voorzitter, volgens mij was dat juist een van de vragen van het CDA wat we naar voren hebben gebracht, in welke rol kan de Volksbank, eigenlijk wat nu nog in handen is van de staat, hier een rol spelen. Ik zou daar heel graag dat verder willen onderzoeken, maar of we de Volksbank alleen maar in onze eigen handen moeten houden als staatsbank, of dat ze dat ook kunnen doen als ze geprivatiseerd zijn, dan laat ik even in het midden. Maar de Volksbank zou een oplossing kunnen zijn, maar ik weet niet wat de belemmeringen zijn. Die vraag is uitgezet. U vervolgt uw betoog. Op welke wijze zet het kabinet zich in om tijdige om-, her- en bijscholing, zodat meer gekwalificeerd personeel beschikbaar komt? En hoe staat het met de brede kennisverspreiding naar het MKB door TO2-instellingen via de MIT-regeling? Het CDA is blij dat de Economische Zaken, het ministerie, de PPS-toeslag op het inmiddels verhoogde percentage van 30% houdt. Wel is er een korting op de grondslag van de PPS-toeslag. Het lijkt ons goed om dit voor 2019 op te vangen en zijn daarom bezig met een abonnement, al is het maar een stuk correctie. Verder vinden we het goed dat de WBSO in 2020 wordt verhoogd naar 16%. En daar komen we weer, daar hebben we natuurlijk met z'n allen profijt van. Het CDA voelt er wel wat voor dit al in 2019 te realiseren. Voorzitter, het CDA is verder benieuwd in het belang van de productiviteitsgroei van het MKB of procesinnovatie, net als in het verleden weer mee kan worden meegenomen in de WBSO. Het CDA is verder blij met de R&D-roadmap, waarin mogelijke beleidslijnen besproken zijn die bij kunnen dragen aan de strategie van hoger R&D-investeringen in Nederland, met als ambitie om het niveau van 2,5% van het BBP te realiseren, terwijl het Europees zelfs op 3% target staat. Wanneer wordt het streefdoel van die 2,5% gerealiseerd?
Welke vervolgstappen zullen worden genomen en op welke wijze wordt met het veld besproken op welke wijze de beleidslijnen verder geconcretiseerd en gekwantificeerd kunnen worden? Voorzitter, we hebben nu die 5 lijnen en wij zouden heel graag kunnen willen zien dat het ook doorgerekend wordt en als we die 5 knoppen moeten draaien, wanneer we die 2,5%. En ik zou ook mee willen geven om ook regionaal te kijken. Ik las laatst een stuk in informatie die tot mij kwam dat bijvoorbeeld de Brainport-regio al op 2,8% zit. En natuurlijk kan dat niet in elke regio in Nederland, maar je zou wel kunnen kijken wat kunnen we van elkaar leren om samen naar die 2,5% te komen. Voorzitter, dan kom ik bij etnisch ondernemerschap. In het MKB-peloton zitten ook veel etnische ondernemers. Dat is goed om te zien. In het verleden bleek uit onderzoek dat bij etnische ondernemers de gemiddelde toegevoegde waarde lager lag dan bij die van autochtone ondernemers. Dit kwam mede doordat deze groep vooral participeerde in sectoren waar de overlevingskans van de bedrijven in de vroege bedrijfsfase lager lag. Zij vaker in sociaal-economische zwakkere wijken opereerden en minder gebruik maakten van formele ondernemersnetwerken. Is de staatssecretaris bereid om samen met betrokken partijen te bekijken of de verschillen en signalen van destijds, zoals de aanbevelingen in het CER-rapport uit 1998, nog bestaan en op welke wijze deze groep makkelijker de overstap kan maken naar nieuwe manieren van groeien? Er is een vraag voor u van de heer Baudet. Wat is een etnische ondernemer? Meneer Ammerhaus. Voorzitter, je ziet dat in het waar we het vaak over hebben, etnisch ondernemer, of allochtone ondernemer, mensen met een niet-westerse afkomst. Maar hoezo hebben we proberen, alleen allochtone etniciteit? Heer Ammerhaus heeft het ik was volgens mij antwoord gegeven, heer Baudet. U stelde mij toch netjes een vraag. Ja, maar uw antwoord... De heer Ammerhaus heeft het woord. De heer Ammerhaus heeft het dus woord, zo werkt dat het zijn. Die ondernemers die mee willen doen, die meedoen. En daar vragen we extra aandacht voor. Ja, dat is prima, maar etnisch, hoezo hebben alleen allochtonen een etniciteit? Ofwel, alle mensen hebben een etniciteit, ofwel je hebt het gewoon over individuen die wel of niet ergens anders vandaan komen. Maar hoezo hebben alleen bepaalde groepen mensen een etniciteit? Wat is dat voor identity politics? En nu heeft meneer Baudet het woord. En die is nu klaar. En nu heeft de heer Ammerhaus het woord. Ja. Voorzitter, in deze context laat ik het even aan de heer Baudet over welke benaming die wil gebruiken. Allochtone ondernemers, etnische ondernemers of mensen met niet-westerse achtergrond ondernemers. Dat maakt me niet uit. Het gaat mij om het kern waar het om draait. Is dat mensen proberen te ondernemen. Die ook vaak doen in bepaalde wijken. Ze maken daar groei door. Er is ooit een CER-rapport geweest. Die heeft aangetoond dat er op een aantal zaken dat ze achterlopen. De vraag is... Die aanbevelingen die toen gebeurd zijn die opgevolgd? Kunnen we de ondernemers nog een steun in de rug geven, daar waar nodig? De heer Baudet. Ja, ik vind het een zeer kwalijke, discriminerende, mensen in een hokje plaatsende benaming voor... mensen komen van overal vandaan, maar het gaat erom waar ze naartoe willen, wat ze willen in hun leven. En om ze dan vast te pinnen op hun etniciteit, ik vind dat zeer zorgelijk, zeer kwalijk. En dat gaat helemaal de verkeerde kant op, dat riekt naar racisme enzovoorts. Dat moeten we niet doen. De heer Ammerhaus. Voorzitter, als de heer Baudet in contact staat met die ondernemers en daar over de inhoud kan praten in plaats van daar hele grote wolken omheen draaien, dan komt hij tot de kern dat die ondernemers ook zoekende zijn. Er zijn sommige ondernemers die vinden hun weg zelf in bepaalde netwerken en sommige ondernemers die vinden dat niet. En die vragen hier aandacht voor. Dat zijn mensen die met opgestroopte mouwen proberen te ondernemen in Nederland. En het zou heel goed zijn voor de heer Baudet, waar hij toch altijd die mensen toch ook een stickertje op het voorhoofd plakt in een andere context, om hier te zeggen, oké, als die mensen bereid zijn om te ondernemen in Nederland, hebben ze ook steun van het Forum van Democratie. Dan gaan we er met z'n tweeën tegenaan om Nederland nog beter in de wereld te zetten, zou ik zeggen. De heer Baudet. Mevrouw de voorzitter, de naam van mijn partij is Forum voor Democratie, niet Forum van Democratie. De heer Ammerhaus vervolgt zijn betoog, stel ik voor. Dank u, voorzitter. Ik ga even verder, heer Baudet, als u het goed vindt, over etnisch ondernemerschap. Met de juiste context. Vervolgt u uw betoog? Ja. Zij vaker in sociale, economische, zwakkere wijken opereren en minder gebruik maken. Ik kwam even terug inderdaad over dat CER-rapport, de aanbevelingen van dat CER-rapport. Dat was toen dat gedaan. Ik denk dat het heel goed is om daar naar te kijken. Waar zijn die aanbevelingen uitgevoerd en waar schieten nog tekort of kunnen we deze ondernemers helpen? Dan kom ik, voorzitter, bij het beschermen van kleine ondernemers. Terug weer naar de MKB'ers, want ze zijn het fundament van deze samenleving. Het CDA staat ervoor voor een eerlijke economie. Op dit moment hebben kleine ondernemers tot ongeveer 10 medewerkers minder rechten dan een consument. Terwijl ze in vele gevallen niet meer kennis of macht hebben dan een consument.
Zo is bij misleiding, bij het afsluiten van een abonnementstarief, er voor kleine ondernemers vaak onvoldoende bescherming en kan ook niet naar een publieke toezichthouder zoals de ACM worden gestapt. De wet oneerlijke handelspraktijken, waar ACM toezicht op houdt, ziet namelijk alleen op de relatie tussen onderneming en consument. Aanpassingen van formele rechten alleen is vaak onvoldoende om het voor kleine ondernemers daarnaast lastig om in hun rechten te halen vanwege lange procedures en een grote partij tegenover zich te hebben met diepere zakken. Bovendien zijn kleine ondernemers vaak bang om te procederen uit angst voor het verlies van een belangrijke opdrachtgever. Zo zie je bijvoorbeeld dat ondernemers nauwelijks naar de rechter durven te stappen indien een groot bedrijf of overheden structureel de wettelijke handelsrente niet betalen bij het te laat factureren. Door publiek toezicht een rol te geven zou mogelijk kunnen worden bijgedragen aan meer collectieve bescherming. En niet over individuele zaken van kleine ondernemers. Tegen structurele klachten over het niet naleven van regels van grote bedrijven en overheden. Bijvoorbeeld doordat de publieke toezichthouder bij veel klachten een gesprek zou kunnen starten. Hoe kijkt de staatssecretaris tegen het beschermen van die kleine ondernemers? Voorzitter, dan de platform. Oneerlijke platformconcurrentie. Het Financieel Dagblad opende afgelopen week dat de douane zucht onder explosieve groei bij webwinkels, doordat deze steeds meer Nederlandse consumenten via de webwinkels producten uit het buitenland kopen. Om hierbij een eerlijke economie te creëren, vindt het CDA het belangrijk dat oneerlijke platformconcurrentie uit landen als China en Amerika worden aangepakt. Producten in de Europese markt moeten een zeer hoge kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen. Maar omdat consumenten zelf soms zonder het te weten deze producten importeren, worden ze niet altijd onderworpen aan kwaliteits- of veiligheidscontroles. Hierdoor komen meer non-conforme of zelfs gevaarlijke producten op de Europese markt. Hoe kijkt de staatssecretaris aan tegen betere handhaving hierop? Bij producten die buiten de EU komen is daarnaast onduidelijk hoe het staat met de aansprakelijkheid. Wie heeft de verantwoordelijkheid? En wie is indien het misgaat verantwoordelijk voor het informeren van autoriteiten en de consumenten? Hoe kijkt de staatssecretaris er tegenaan om in de EU te bepleiten dat bedrijven uit derde landen die online producten verkopen aan consumenten in Europa worden verplicht om een aansprakelijkheidsofficier, zijnde persoon verantwoordelijk voor conformiteit op Europees grondgebied, te hebben? Voorzitter, tenslotte de vraag wanneer de aangekondigde wetgeving rond vitale sectoren nu naar de Kamer komt. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan is het woord aan mevrouw Mulder voor de tweede helft van de CDA-speeltijd.